Als je verbinding wil maken met een medewerker, dan is een reflectie een prettige techniek om te gebruiken. Het mooie van een reflectie is dat je die ander laat merken dat je begrijpt wat hij bedoelt, zonder dat je tegelijkertijd daarmee duidelijk maakt of je het ook met die ander eens bent. De vorm van een reflectie is eigenlijk een stelling. Je laat hem aan het eind aflopen qua toon en daarmee voorkom je dat het als een vraag klinkt. De theorie onder een reflectie is dat er een verschil is tussen sympathie en empathie. Op het moment dat je tegen iemand zegt, ik begrijp dat je dat lastig vindt, dan is dat eigenlijk sympathie. Je laat die ander merken dat je er op dezelfde manier naar kijkt. Maar het is maar de vraag of je bij ingewikkelde situaties daadwerkelijk kan begrijpen hoe die situatie voor die ander is. En of je op dat moment wel sympathie wil geven en niet liever empathie. Het mooie van een reflectie is dat je daarmee invulling geeft aan empathie. Dit klinkt als een wat ingewikkeld verhaal en ik wil het graag uitleggen aan de hand van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is, stel dat je een medewerker hebt die grote schulden heeft. Die is bij de schuldhulpverlening geweest en ze willen dat hij de auto wegdoet omdat hij niet nodig is voor woon-werkverkeer. Dus die medewerker zegt een beetje verbolgen tegen jou, ja, dan willen ze dat ik die auto wegdoe. Ik ga toch niet die auto wegdoen, die heb ik toch gewoon nodig. Ik moet toch ook boodschappen doen en die kinderen naar de sport toe brengen. Als we op dat moment sympathie brengen, zijn we geneigd om tegen iemand te zeggen, ja, ik begrijp dat je die auto eigenlijk niet weg wil doen. En vaak volgt er daar een maar op. Maar schuldhulpverlening zou je toch ook wel een eind verder helpen. Als je zou kiezen voor een reflectie, dan doe je eigenlijk iets heel anders. Wat je dan doet, is je probeert te verwoorden het gevoel van die ander, zonder dat je jezelf daarin inbrengt. Je zegt dan bijvoorbeeld tegen die ander, je had er niet op gerekend dat ze deze eis aan je stelde. En je vraagt je af of je deze stap wel wil zetten om uit de schulden te komen. Het mooie van deze zin is dat je wel even verbinding maakt, maar dat je die ander niet een gevoel geeft of je het met hem eens bent. Want die boodschap, ik begrijp wel dat je je auto niet weg wil doen, die kan door die ander, terwijl dat niet jouw bedoeling is, gehoord worden als je hebt groot gelijk. Het mooie van een reflectie is dat die ander wel de verbinding hoort, maar niet bij jou terug hoort hoe jij erover denkt. En dat betekent dat in dit geval die medewerker toch eigenlijk gestimuleerd wordt om vooral toch richting die schuldhulpverlening te gaan. Een tweede voorbeeld waarin een reflectie bijvoorbeeld zijn werk kan doen, is als je een medewerker hebt die bijvoorbeeld in een hele lastige vechtscheiding zit. Stel, je spreekt haar en ze zegt, ja, weet je, ik moet die financiën wel allemaal goed regelen, maar ik ben bang dat het ook gewoon heel veel ruzie wordt. En dat krijgt gewoon zijn weerslag op de kinderen. Als je dan sympathie brengt, dan zou je bijvoorbeeld zeggen, ja, ik begrijp dat je ruzie wil voorkomen. Een oplettende medewerker hoort dan misschien tussen de regels door ook wel het advies, ik zou inderdaad maar geen ruzie maken, maar daarmee worden de financiën misschien ook niet altijd even goed geregeld. Terwijl op het moment dat je geen sympathie brengt, maar je zou empathie brengen, dus je zou een reflectie geven, dan zou je kunnen zeggen, dus je wilt eigenlijk gewoon allemaal goed regelen, maar op een manier dat de kinderen er geen last van hebben. Daarmee geef je niet onbedoeld het signaal af dat je er gelijk geeft om geen gevecht aan te gaan. Maar je maakt eigenlijk nog eens duidelijk dat die ander heel goed weet wat ze wil en dat het ook belangrijk is om daarmee aan de slag te gaan. Kortom, als je sympathie brengt door bijvoorbeeld te praten in ik begrijp, dan kan het zijn dat die ander, zonder dat dat jouw bedoeling is, eigenlijk hoort, ik geef je groot gelijk om dat niet te doen of om het juist wel te doen. Terwijl op het moment dat je een reflectie geeft, geef je vooral verbinding, waardoor die ander zich herkend en gehoord voelt. Maar je geeft niet weer wat jouw positie is. En zeker als die ander in actie moet komen, kan dat juist die ander helpen om te doen wat goed is.